Suriname Chinese United Association, SCUA, maakt zich er sterk voor dat de Chinese cultuur in Suriname niet doodbloedt. In dat kader heeft de organisatie gisteren een Spring Festival karaoke-wedstrijd georganiseerd onder de Chinese gemeenschap in Suriname. Onder aanwezigheid van ambassadeur Hang Ying en een jury hebben de diverse kandidaten hun zangtalenten laten horen. Aan het einde van deze activiteit zijn de winnaars direct bekendgemaakt en gekroond. VHP-parlementariër Chuang Rui Wang benadrukte dat culturele activiteiten van groot belang zijn. We hebben vandaag een Chinese karaoke-zangwedstrijd. En we hebben gezien dat heel veel jongeren mee hebben gedaan. Het is natuurlijk een goed teken. Het is een stukje cultuur, het is een stukje zang. En ik vind het persoonlijk geweldig. En in verband met het Chinees nieuwjaar, dat is over een maand, heeft de SQUA het georganiseerd. En ik vind het persoonlijk een heel goed initiatief. En ik wil de winnaars ook bij deze feliciteren. De SCUA heeft eerder in oktober bij de viering van 169 jaar Chinese immigratie aangehaald dat de Chinese cultuur zoetjes aan een deel wordt van de Surinaamse cultuur. De voorzitter riep de Chinese gemeenschap toen ook op om hun cultuur niet te vergeten. Deze karaoke-activiteit is gehouden in het kader van het Chinese nieuwjaar dat over een maand wordt gevierd.